begon met de buurt die mee wilde praten en uitgenodigd werd om mee te praten over de ontwikkeling van dit plein, van dit gebied. In 2001 is het plein geopend, januari 2001. Ja, als je zo'n pleintje hebt, dan is het leuk om met plantenbakken het op te vrolijken. Dus de gemeente zei van ja, dat is prima, als jullie plantenbakken willen, maar die zou je zelf moeten onderhouden. Oké, dus we hebben een beheergroep gevormd en we hebben een contract getekend dat we als een goede huisvader dit onze plantenbakken zouden onderhouden. En vanaf die tijd vragen we ook altijd geld uit het initiatievenfonds. En wij vragen vooral geld voor plantjes, voor paaseieren, voor het springkussen. Nou, dat begroten we dan. En meestal een beetje gelijk als vorig jaar kijken we of we meer of minder hebben gebruikt. En je stuurt het in met een mailtje en verantwoording naar het wijkbureau. En that's it. En dan is het oké. Zo simpel is het, ja. Ja, je maakt dan met elkaar van een vieze hangplek en dealersplek, maak je dus een van de mooiste plekjes van Utrecht. Ja, dat is geweldig.